Dat schommelt altijd zo'n beetje, maar dat zal altijd zo rond de 800 draaien. Zo plus minus 800. De ene keer is 900, dan is 700. De kweekduiven zitten voorlopig nog in Berlaar, zolang dat ik daar woon. Dus zolang dat ik daar ga slapen, zitten de kwekers in Berlaar. Ja. Twee eigenlijk. In 2015, dat was Lyncha, eerste nationale asdaf. Klein halve fond met het laagste coëfficiënt ooit, dat is toch wel mooi, vind ik. En voorlopig, zes jaar later, nog altijd niet verbroken dat record. Blijft met het laagste coëfficiënt ooit nog. En dan in 2018 had ik terug een eerste nationale asdaf. Dat was Venus. En dus zijn de twee belangrijkste duiven eigenlijk voor mij. Ja. Alles. Ja. Ik kon nog niet lopen en ik zat al bij mijn onkel op tafelkot en ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Allee, dat is toch altijd wel mooi, denk ik. Ik heb vroeger altijd ook zelfstandig in de bouw gewerkt. Dat was altijd heel graag gedaan, maar als je dan uiteindelijk van je hobby je beroep kunt maken, dat is toch wel een droom. Ja, ik ben nu in februari ben ik 5 jaar professioneel bezig, dat ik enkel nog met duiven bezig ben. Ja. Ja, 2015 met Lyncha was een prachtig verhaal. Lyncha, ze was supergoed. Ik wist dat ze bij de vroegste nationale asdaf ging aankomen, maar als je dan zo 2 weken voor dat het seizoen gedaan is, nationaal kampioenschappen gedaan is, en je ziet dat er iemand op pipa komt die nog net eentje heeft, die net iets beter is. En die zegt, Playboy Gilbert longt naar Eremetaal. Ik zeg, nee, ik zeg, dat kan niet gebeuren. Ik zeg, Playboy Gilbert moet eraan. Ik denk wel 1000 keren gezegd in die 2 weken. Ik had nog 2 kansen. Maar het coëfficiënt lag zo laag dat die duif echt vroeg moest vliegen. Ik won de tweede laatste vlucht, won ik 1 en 2. Maar Lyncha was tweede. En dat was in de Oostzone, in de Unio. Daar waren iets te weinig duiven. Zelfs een tweede was niet goed genoeg voor Playboy Gilbert te komen. Mijn coëfficiënt werd nog wel iets aangescherpt, maar ik bleef nog juist achter. Het moest echt top zijn. Hè. 1 week later, enkel die duif op 1 plaats gespeeld en die andere 39 duiven op een andere plaats gespeeld. Wel dezelfde vlucht. De eerste duif die eraan kwam en dat was de laatste kans. En dat was ze. En dat was kippenvel moment toch. Ja. Een duif ook moet goed aanvoelen. Dat is het eerste. Dat is dat ook bij wijze van spreken. Je ziet, alles staat ervoor. Ik ben eraan het werken. Vorig jaar gebouwd, ik heb het tak er al half afgezwierd. Ik had er geen goed gevoel. Het stond er nog niet en ik ben eraan het werken. Je moet een goed gevoel hebben op duif ook. En als dat gevoel niet goed is, dan is dat voor die duif ook niet goed. Een duif ook moet je voelen. Er mag geen tocht op zitten. Het gevoel moet juist zijn, vind ik. Ja. Ja. En dat vind ik. Dat moet je als duivenmelker zelf voelen. En als je dat niet voelt, dan ben je geen goede duivenmelker. Een goede duivenmelker voelt dat. Ja. Dat het toch goed is of niet goed is, denk ik. Dat is een hok, dat heeft veel meer lucht dan die hokken. Want dit zijn geen klassieke hokken. Dat zijn hokken met heel weinig verluchting. Heel weinig verluchting. Maar voelen wel heel goed aan. Ja, ze hebben wel helemaal geïsoleerde panelen en ik moet zeggen, ik heb weinig temperatuurschommelingen in die hokken. Het klimaat blijft altijd redelijk stabiel. Als het in de zomer warm is, echt heel warm, en ik laat alles dicht, die zijn geïsoleerde hokken, die temperaturen gaan niet extreem hoog de hoogte in. Als ik de ramen dicht hou, blijven die temperaturen redelijk stabiel. Als het in het najaar de nachten een beetje afkoelen, Dan
die nachten, op een traditioneel hok, gaat de temperatuur hard naar beneden. Op deze hokken, die temperatuur die blijft dag en nacht redelijk stabiel. In de nachten gaat die geen dieptes maken, die temperatuurverschillen. Dat blijft redelijk stabiel. En ik vind, ik ben er enorm, enorm content van die hokken. Enorm. Ja, ik denk dat een van de grote troeven is. De laatste vluchten van het seizoen komen die hokken vooral tot zijn recht, vind ik. Ja, als de nachten al terug een beetje kouder beginnen gaan te worden, klimaat blijft zelfs op de hokken. In het voorjaar, voordat ik de jonge duiven ga opleren, dan zet ik ze gewoon vrij van tricot. Dan onder het vliegseizoen zal er heel weinig naar de dierenarts gereden worden. Enkel als ik zie dat de trainingen niet vlotten zoals ik graag heb, dan wordt er wel eens naar de dierenarts gereden. En dan zal er op advies van de dierenarts misschien wel eens iets voor de luchtwegen of zo moeten gegeven. Maar voor de rest zelf proberen te zien of dat de duiven iets nodig hebben of niet. Je moet het zelf zien, vind ik. Ja. Ja, de voorbereiding, dat is elk jaar voor mij hetzelfde wel ongeveer zo. Dan, als het seizoen begint, dan is het gewoon de focus erop leggen en proberen die duiven goed te krijgen. En eens dat we die duiven goed krijgen, dan is het genieten. Voor mij is het altijd, onder het seizoen is het gewoon intensief gewoon. En dat is van 's morgens vroeg totdat die duiven gaan slapen, dat is er gewoon keihard aan werken altijd. En ik denk dat elke goede liefhebber, die zit van 's morgens tot 's avonds op zijn duivenkot. Die staat op met zijn duiven en die gaat slapen met zijn duiven. En dat is het enige. Dat zijn altijd dezelfde liefhebbers die terugkomen ook elk jaar. Dan kan eens een jaartje ertussenuit vallen, is een minder jaar hebben. Maar dan staat er het jaar erop, staan die er terug. En dat zijn de goede liefhebbers. En die zitten altijd op een duif ook. En ik weet dat de betere liefhebbers zijn, dat die ze een off-jaar kunnen hebben. Maar dan staan die er gewoon het jaar nadien, staan die mensen er gewoon terug. En dat zijn de mensen die van 's morgens tot 's avonds op die duivenhokken zitten. Dat zijn die duivenmelkers. En dat is, ja. Als liefhebber en je hebt geen ervaring met duiven, zeker met niet te veel duiven beginnen te... klein beginnen. En te goed overal je oren te luisteren leggen voor te zien wat er daar en wat er daar. En bij betere liefhebbers is gaan horen. En die mensen, die gaan die mensen verder helpen. Iedereen is blij voor dat er nieuwe leden bijkomen. Elk lied dat erbij komt, moeten we blij voor zijn. En ik steun die mensen toch altijd. Als er een nieuw lied bij gaat komen, ik zal die mensen proberen altijd uitleggen en raad te geven. Als die met vragen afkomen, ik probeer die toch altijd te helpen. Ja.